the fuck? Yes. Nou, ik kom uit Brabant, dus ik ben echt een gezelligheidsmens, noemen ze me wel eens. Ik hou van gamen, zoals iedereen weet. Maar ik ben ook een serie gek. Ik ben echt een binge-watcher, weet je wel. Ik kan niet één aflevering kijken, net zoals met Game of Thrones. Nou, iedereen is lekker een week aan het wachten. Ik moet echt mezelf verplichten om te wachten tot dat hele seizoen, zeg maar. Want ja, ik wil alles gewoon gek. Dus ik hou echt van goede series, goede films, vind ik ook leuk. Ik vind het ook hartstikke leuk om af en toe een wijntje te doen met vriendinnen, leuke dingen. Laatst wel een filmavond, was heel gezellig. Zijn we uiteindelijk ook op het terras geëindigd, dus... Dat is een beetje moeilijk. Ik studeer nog communicatie en dan gespecialiseerd in de entertainmentindustrie. Dus heeft ook met gaming te maken, maar ook met tv, radio, events, dat soort dingen. Dat is ook heel erg leuk. Zit ik nou bijna klaar met mijn derde jaar, dus dan nog één jaartje. Oké. Dus volgend jaar nog en dan werken. Ja, zie je wel. Nou, ik ben begonnen met gamen. Toen was ik echt mini. Toen had mijn tante nog een Nintendo en die had daar Mario op. Ja, dat vond ik helemaal het einde. En moest ik ook spelen en sindsdien ben ik gewoon altijd verslaafd wil ik het niet noemen. Maar ben ik wel echt heel veel gaan gamen. En van Mario gingen we naar Donkey Kong en toen gingen we naar voetballen en uiteindelijk naar Call of Duty. En nu zit ik hier lekker Counter-Strike spelen. Toen had ik op een gegeven moment Black Ops 3 gekocht. En mijn vriendinnen die gamen niet zoals ik. Dus toen dacht ik, het is eigenlijk ook wel leuk als ik met meer mensen kan gamen. Vooral met Call of Duty. Dus toen vertelde iemand mij over Twitch. En toen dacht ik, nou, zal ik eens kijken. En zo ben ik ook begonnen met streamen. Want ik dacht, nou ja, laat ik proberen. Wie weet dat ik mensen tegenkom waarmee ik kan gaan gamen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus nu stream ik heel veel. Hoe ik bij jullie terecht ben gekomen? Ja. Nou, ja, ik was natuurlijk een tijdje aan het streamen en zo. En ik hoorde jullie naam wel eens voorbij komen van, oh, ik heb dit besteld bij Game Gear. En ik dacht, oh, wat is Game Gear dan? Want jij bent ook nieuwsgierig, dus ik heb voor jullie gegoogeld. Nou, toen heb ik daar zelf heel wat spulletjes aangeschaft, want jullie hebben gewoon superveel, dus ik kon het lekker allemaal bij jullie halen. Dankjewel. En dat was heel tof. En toen dacht ik, ja, wie weet kunnen we toch een keer iets voor elkaar betekenen. En toen ging ik naar de Dutch YouTube Gathering en toen hebben we elkaar daar gezellig gesproken. En nu zitten we hier. En nu zitten we hier zelf. Ja. Nou, ik zag laatst toch een foto, dat was net een ruimteschip, maar die had echt zo'n... Ja, die best schermen, groot schermen boven. Ja, precies, overal, maar ja, zoveel hoef ik dan ook niet. Het liefst zou ik dan wel 3 monitors hebben. Mm-hmm. Ja, daar heb ik nu echt helemaal geen ruimte voor. Maar... Waar zou je dan die derde gebruiken? Nu heb je gamescherm, heb je chatscherm. Klopt. Die derde pak je dan voor? Middelste zou ik gewoon dan gamen. En dan zou ik de ene inderdaad gewoon mijn stream open hebben staan. Mm-hmm. En de ander mijn chat en meldingen en zo. Ja, okay. Zodat ik constant nu, mijn stream moet in de gaten kan houden. Want switchen, nu moet ik... Ja. Ja. Duidelijk ik. Ja, sorry, er is geen twijfel over. Nee, geen discussie ook mogelijk, sorry. Nee, maar ik doe het ook veel meer, jongens. Dus, heb je daarom bewuste keuze gemaakt. Ik speel in race games. Het is gewoon geen competitie. Ik hou race games. Ja. Nee, precies. Nou, in ieder geval voor degene die vroeg wat ik van Brent's wapen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke stoer. Dankjewel. Weet je wel. Ja, ik stream bijna elke dag. Soms is het zeker wel eventjes vermoeiend. Ja, want je hebt je studie dan ook nog. En... Ja, precies. Ik heb studie. Het is de laatste tijd wat lastiger te combineren, maar het gaat nog prima. De echte Jaraski. Soms is het lastig omdat ik nu ook een beetje YouTube doe en daar wat video's soms voor opnemen. Dan moet ik het soms na de stream ga ik het nog editen. Terwijl ik dan al lang moet slapen, maar ja... Dus je onderhoudt ook nog actief je YouTube-kanaal? Ja, sinds kort ben ik wat serieuzer met YouTube bezig. Ik had altijd ook wel een account, maar dat was meer voor stel dat ik daar ooit iets mee wil gaan doen.
En nou, sinds denk 2 maandjes of zo dat ik echt een beetje serieus video's erop zet. Een beetje allebei, want natuurlijk vind ik het hartstikke leuk als mensen uit mijn streams ook mijn video's kijken. Mm-hmm. Dat vind ik super tof. Maar natuurlijk weet ook, ja, er zitten meer mensen op YouTube dan mm-hmm. op Twitch. En dat lijkt me ook heel erg leuk om die mensen te bereiken. En wie weet dat ze dan een keer denken, oh, laat ik ook even een keer een stream kijken. Want ik ben wel voornamelijk gewoon bezig met streamen. Dat ja. vind ik toch wel leuks. Net iets leuk. Direct ja, PC upgrade, nieuwe gear. Heel veel mensen vragen van, en ga je ermee ja. nou op vakantie of zo? Maar ik stop het echt eigenlijk allemaal in mijn stream. Ik heb een nieuw PC gekocht. Mm-hmm. Nou, daar is echt al bijna de helft aan opgegaan. Yep. Dan heb ik nog mijn mic. Dan heb ik nog de Astro headset. De stoel. Mm-hmm. Ja, dan zijn we bijna. Tel maar, dan ben je al bijna, bijna zo ver. Dus ja, precies. Nou, ik speel echt heel veel verschillende soorten games. Ik vind echt van alles leuk. Ik heb bijvoorbeeld ook games zoals The Witcher, noem maar iets. Dat is echt wel heel erg RPG. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Wat ik alleen wel bij die hele grote games vaak heb, is ik wil altijd alles spelen. Dus ook alle side missions. En dan ga ik me zo verdiepen in die side missions. Dan speel je forever. En dan heb ik op een gegeven moment, vind ik er niks meer aan. Dan stop ik ermee en dan nou, ben ik echt... Wat is wel de laatste game? Thank you less for the follow. Nou, ik heb Uncharted 4 heb ik een paar dagen geleden uitgespeeld. Ik zal niet spoilen, want jullie moeten volgens mij nog spelen. Maar, ik heb nog niet gespeeld, ja. Ja, hij is echt super, super vet. Echt heel gaaf. Nou, ik speel eigenlijk niet... Ja, ik speel eigenlijk echt alleen maar voor de lol. Ik vind het ook echt gewoon super leuk om te spelen. En... ja, ik heb wel eens een keer meegedaan met een BNL die voor de lol. Maar ik ben gewoon niet zo'n... Ja, maar ik ben niet... Nee, niet, ja, we zijn volgens mij 2 in de BNL. Ik weet niet meer. Maar ik speel vooral voor de lol. Ik ben ook niet zo'n serieuze speler. Dus op een gegeven moment moet ik beginnen gewoon te lachen. Als we als iedereen heel serieus is, dan ja, kan ik zelf niet meer serieus zijn. Dan begin ik gewoon te lachen. En dan, ja. Ja, maar mij heb je denk ik niet veel als je echt competitie wil gaan spelen. Favoriet eten? De kroketten van mijn oma. Maar ik moest echt niet lang over nadenken. Nee, het is echt heel makkelijk. Echt, ik ben helemaal niet zo'n krokettenmens, maar mijn oma maakt kroketten. Nou, echt, daar pleeg je een moord voor. En een keertje is Ricardo mee geweest. Die mocht dan als uitzondering een keer mee eten, maar hij was niet zo enthousiast. Oh. Nou, dat kan echt niet, hè? Dat kan echt niet. Dus sindsdien mag je nooit meer kroketten van oma eten. Nee, je moet echt helemaal gek worden, anders... Nee, anders maar. Nee, die zijn echt... Oh, die zijn echt de lekkerste, ja. Amai. Ik heb één zinnetje geleerd. Was, gisteren hebben we naar Gent geweest, dat was echt mooi en al. Oh! Ja, dat is Gent. Gent, ja. Dat is ook Vlaams. Dat is een dialect. Ja, ik weet niet. Dat is goed gedaan. Ja.